We beginnen met een overval op een Chinees restaurant in Bunnik, een dikke 3 weken terug. Zondagavond 18 augustus zit een aantal mensen rustig te eten bij Chinees restaurant Hong Kong Garden. De rust in het restaurant wordt wreed verstoord als 3 gemaskerde en gewapende mannen de zaak binnenrennen. En de eigenaresse en haar dochter bedreigen met een groot mes en een vuurwapen. Rond 9 uur die avond helpen de eigenaresse en haar man de laatste gasten. En ze ruimen alvast een beetje op. Dan komt hun dochter binnen. Ze wil even wat vragen aan haar moeder. En juist op dat moment vallen 3 gewapende, gemaskerde mannen de zaak binnen. 2 van hen springen over de afhaalbalie. 1 van hen heeft een groot mes waarmee hij op de eigenaresse en haar dochter afspringt. In paniek rennen moeder en dochter het restaurantgedeelte in. De 3e overvaller gaat door de klapdeuren het restaurant in en bedreigt daar het personeel en de paar nog aanwezige gasten. Die duiken van schrik op de grond. De overvaller met het mes blijft dreigend met het mes bij de bar staan, terwijl de andere man kennelijk als taak heeft de kassa te openen. Ondertussen houdt de 3e overvaller vanuit de deuropening de mensen in het restaurant onder schot. Als de kassa is geopend en leeggeroofd, verdwijnen ze alle 3. Ze steken dan rennend de stationsweg over met hun schamele buit, een paar 100 euro. Die buit staat niet in verhouding tot de enorme paniek en angst die ze hebben veroorzaakt in het restaurant. Ja, dit is heel heftig als je zoiets meemaakt. Ja, het was zeker een heftige ervaring. Van het ene op het andere moment verandert een vrij rustige, normale zondagavond in een hectische overvalsituatie. Ja. Het mes waar de eerste dader de vrouw en haar dochter mee bedreigde was echt een behoorlijk flink mes van ongeveer 30 centimeter lang. De andere overvaller die hield op dat moment de mensen in het restaurant onder schot. We weten niet of dat met een echt wapen of een nepwapen was, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit, want de situatie is gewoon enorm bedreigend. Absoluut. De overvallers waren gemaskerd. We hebben hun gezichten dus niet kunnen zien. Er zijn wel wat opvallende kenmerken. Laten we ze eens 1 voor 1 bekijken. Ja, de eerste verdachte is de man met het mes. Hij is ongeveer 20 jaar oud. Hij is lang, rond de 1,90 meter. Hij droeg een zwart trainingspak en had een capuchon over zijn hoofd. En voor zijn gezicht droeg hij een zwart masker. Als hij hier over de balie springt, dan zien we even duidelijk zijn zwarte sportschoen met witte streep. De tweede verdachte is ook rond de 1,90 meter, droeg ook een zwart masker en een zwart trainingspak. En als hij over de balie springt, vallen een paar dingen op. Bijvoorbeeld het groene logo op zijn bovenbeen. Dat lijkt op het logo van FC Barcelona. En ook zijn schoenen zijn duidelijk te zien. Het lijkt alsof hij wat langer haar heeft, wat hij verstopt onder zijn capuchon. Ook de man met het vuurwapen droeg een zwart masker en zwart trainingspak met de capuchon over zijn hoofd. Hij is ook rond 1,90 meter en is zo rond de 20 jaar oud. En alle 3 droegen ze lichtblauwe latex handschoenen. Deze overval was niet zo heel laat op de avond, rond 9 uur. Dus wellicht zijn er mensen die hen hebben gezien tijdens hun vlucht. Vanaf het restaurant aan de Molenweg zijn de overvallers er te voet vandoor gegaan. Via de stationsweg langs de Sint-Barbara-kerk. Mogelijk zijn ze verder rennend door de Koningin Julianalaan en de burgemeester van de Weijerstraat gekomen. Mogelijk hebben mensen hen op deze route gezien. Ja, ze droegen dus alle 3 hetzelfde soort masker. 1 van hen is dat masker verloren. Klopt, dat is dit masker. 1 van hen is dat onderweg inderdaad verloren, waardoor die persoon zonder gezichtsbedekking, dus mogelijk heel herkenbaar, over straat heeft gerend. Ja, er zijn inmiddels ook bewakingsbeelden waarop de daders te zien zijn voor de overval. Ja, dat was op de burgemeester van der Weijerstraat. Hier lopen de 2 helemaal links onderaan in beeld. En even later zien we ook nummer 3 erachter aankomen. Hier loopt hij. En dat is vlak voor de overval. Ze lopen dan richting de Sint-Barbara-kerk en dus ook richting het restaurant. Ja, jullie komen uiteraard graag in contact met mensen die de daders hebben gezien voor of na de overval. En in het bijzonder zoeken jullie 2 gasten die in het restaurant aan het eten waren tijdens de overval. Ja, gelukkig waren er nog niet zo heel veel mensen meer in het restaurant. Een vader en een zoon, die hebben we inmiddels wel gesproken. Maar bij het raam zat een stelletje te eten. Zij hebben afgerekend nadat de overvallers vertrokken waren. En op het moment dat mijn collega's daar waren, waren die mensen dus al weg. En met hun willen we heel graag in gesprek komen. Duidelijk. De politie heeft uw hulp nodig om deze 3 overvallers te vinden. Zoals u ziet ging het er heel agressief aan toe. Heeft u enig idee wie er schuil gaan achter de maskers? Twijfel dan niet. Deel uw informatie met de politie.
Het rechercheteam en de slachtoffers rekenen op u. U kunt bellen met de tiplijn 0800 60 70. Blijft u liever anoniem, belt u dan 0800 7000.